Dus binnen 12 uur is stil bezorgd. Nou, echt, echt bizar gewoon. We gaan nu prijsballen maken. Ik ben in mijn pyjama. Ja, doe maar. Nu mag je. Heel even een keer. Het is zaterdag. Goedemorgen. En dit is echt bizar. Dit pakket heb ik gisteravond. Nou, wat was het? Ik dacht dat het slapen was. Ja, ik denk rond 9:30 of zo heb ik hem besteld. En hij is nu al binnen. Ja, hij stond voor 9:30. Dus binnen 12 uur is stil bezorgd. Nou, echt, echt bizar gewoon. Ik heb nog niet eens aan jou verteld wat ik voor je besteld heb. De scholen doen natuurlijk nu heel veel ventileren. En dan is het wat kouder op school, dus vesten werden aangeraden, dus daar ging ik voor kijken. Weet je, Chris heeft het al met een korte mouwen volgehouden. Wie die? Leuke vest. Doe eens aan. Ik ben wel benieuwd. Ga maar even staan, dat is wat beter. En dat andere, dat zag ik eigenlijk in de zoektocht naar een vest, maar dat vond ik zo tof, dat ik dacht, hé, dat moet. Ik heb hem iets ruim besteld, want dit kan je nog wel een beetje zo nonchalant dragen, maar dan kan je het ook wat langer aan. Die is wel leuk, hè? En ja, is die zacht? Hij is heel zacht. Ja, hij is heel leuk. Oké, doe maar uit. En deze, oh, ga je het zo laten zien? Weet je wat we doen? Nou, Sarah wil de vest heel graag laten zien. Draai maar. Lekkere zakjes. Draai maar een rondje. Is die fijn voor op school? Ja. Ja, hè? Maar dit zag ik en dit was echt voor mij een soort van liefde op het eerste gezicht reactie. Dit vond ik zo tof. En het is gewoon nu al binnen. Nee, dat moet je kijken. Nu ook maar dit. Laat ik het in één keer zien. Dat vind je altijd leuk. Even kijken. Dit ja, kan ook natuurlijk gewoon als vest outfit. Maar ik zal het jou eerst laten zien. Even kijken, die. Even anders, dat kan ik wat beter laten zien. Ik hoop dat jij het net zo tof vindt als ik. En papa, die had het ook eens gezien en die vond het ook tof. En Kitty vond het ook helemaal tof, want die waren erbij toen ik dit zag. Open maar. Een pak! Echt een pak! Hoe cool is die? Hey! Weet je niet zo goed wat je ervan vindt? Kijk, S. Ja. Sarah online. Only setting. Only. Maar hoe vind je hem? Cool. Hij is cool. Wil je hem passen? Oké, we moeten het pyjama shirt even wegdenken. Maar echt, hoe cool is dit pak? Loop eens niet uit beeld. Oh, ben je een zakelijke meneer? Hey, maar draai eens. Ik vind het echt heel cool. Oh, en nou zit ik me te bedenken. Ik heb dat pak met dat ruitje. En die heeft ook een beetje deze kleurtoon erin. Want mijn shirt eronder is ook die kleur. Dus dat is wel heel cool. Ja, om samen te doen. Want dan kunnen we samen in een bak. En nu gaan Sarah en ik een beetje deze doen. Scrunchie design. Kan je even lekker knutselen, hè? Ja. Dat vind je leuk. En jij houdt van scrunchies. Dus even kijken. Hier staat het uitleg. Nou, laten we daar eens beginnen met kijken. Dan moeten we ook allemaal dingen met draadjes doen. Je moet allemaal dingen eraan naaien. Oh, jeetje. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Oké, we zaten dus in de doos van de scrunchies te kijken. Maar ik en zo naaien, dat is echt niet mijn ding. En Sarah dat alleen laten doen is ook geen heel goed plan. Dus we hebben nu een andere knutseldoos. We gaan nu prijsballen maken. Oh, en hier kan je er tot 10 mee maken, maar misschien minder. Mag ik er dan ook één maken? Ja. Oké, cool. Oké, dit ziet er een stuk beter uit. We hebben allemaal zakjes. Daar kunnen we dus al die dingen mee maken. Alleen deze heb ik nog niet ontdekt wat het is. Even kijken. Hier staat het allemaal op uitgelegd. Oh, dit is baking soda en dit is citroenzuur. Oh, dat zijn die witte zakjes. Dit is dus het citroenzuur. En dat moet je dan mixen allemaal bij elkaar.
En dan kan je het dus met dingetjes in een vorm leggen en persen. Dus dat hebben we hier allemaal klaargestaan. Maar nou had ik bordjes. Waar zijn die bordjes? Nee, die plastic bordjes, die taartbordjes. Die bij de thee. Zo. Ik denk als we dan die kleurtjes maken, dan hoef je niet één kleur erin. Dan kan je ze zelf erin scheppen. Dat is misschien wel leuk, want dan kunnen we dus ook varianten maken in plaats van in één kleur maken. En dan zitten er ook nog dit soort dingen bij en dit. Ik weet alleen niet of dit dan op gaat lossen uiteindelijk. En er zit ook nog een vormpje in. Dus daar kunnen we ook nog wat mee maken. Dus dat is wel heel erg leuk. Oké, we hebben dus bordjes erbij gepakt. Ik zal de camera iets beter zetten. Daar gaan we de poeders op maken. Dan kunnen we gekleurd doen. En zo doe ik eerst blauw erin. Dan mag jij hem zo mixen. Vind je dat leuk? Heb je daar zin in? Ja. En deze heb je zelfs twee keer gekregen, dus dat kan je nou zelfs nog een keer doen. Dat is wel heel cool. Zo, dit komt erin. En doe ik de twee pipetjes. Ik heb er nog één nodig. Komt aan. Kijk, doe ik de eerste. En dan kan jij zo de tweede doen, want dan hebben we even getest of het goed gaat. En dan weet ik ook, dan kan ik het je beter zelf laten doen. Pak ik zo nog een bordje. Twee pipetjes staat er. Dan moeten we deze erop zetten. Die heeft zo. Mag ik het draaien? Dan moeten we even vastdraaien. Zo, nu mag je draaien. Ga maar draaien, heel goed. Even iets dicht draaien. Het moet echt helemaal goed door elkaar. Dan pas ben je klaar. Oké, deze hebben we nu al gedraaid. Even zo. En deze ziet er aardig klaar uit. Even naar afkijken voorzichtig. Zo, en die gaan we op het ene bordje leggen, want dan kon je met de kleurtjes zo doen. En dat is wel zo leuk. Kijk of het lukt om het erop te krijgen zonder dat alles ernaast valt. Hé, hey, dat gaat redelijk, hè? Ja, maar is ook aan de onderkant. Ja, het is wat naast, maar dat was al met het draaien. Daarom hebben we een matje eronder. Deze keer doen. Knip ik ze open, doe jij ze erin. Goed in het bakje gieten, alsjeblieft. Heel goed. Ja, probeer het een beetje te verspreiden. Dus dat het niet op één plek. Ook wel een beetje druppeltjes. Ik denk dat het dan iets beter gaat. Is die helemaal leeg? Ja. Dan doen we er nog één. En weer hetzelfde op plekjes waar het nog niet ligt. Een beetje proberen. Kijk, hier ligt heel weinig. Hier een beetje. Iets hoger. Ja. Kom aan, ik heb het laatste eruit. Zo. Dan gaan we hem weer dicht doen. Mag ik dat doen? Samen? Kom maar. Zij gaat best moeilijk dicht. Zo, en draai je maar. De kleurtjes zijn klaar. Kijk hoe mooi ze zijn. En nu gaan we ballen maken. Ja, yes. Je wilde eerst het vormpje doen, hè? Dan welke kleur wil je die? Paars. Paars? Helemaal paars? Nee. Oh. Nou, pak je vormpje en doe het even boven het bordje. Boven het bordje. Doe het maar in. Zal ik hem even... En dat moet wel goed. En dan de andere kant, de andere kleur zeker? Ja. Kijk hoe dat zit. De andere kant is geel. De andere kant weer geel. Doe een klein beetje op. Zo. De andere kant geel. Benieuwd hoe deze gaat worden. Misschien worden het wel twee halve. We laten hem heel eventjes opdrogen, dat we hem op elkaar kunnen leggen, ja. En dan blijft hij zo. Ja, ik weet niet of dat heel handig is als we ze op laten drogen. Of dat, ik denk het wel. Of dat, misschien zijn het ook maar halve die je zo... Maar nee, hij kan dicht. Ik ga het gewoon proberen. Dit eraf. De paarse kant op de gele. Ja. Zo, dat ging in ieder geval snel. Hij zit dicht. Dus kijk of hij al klikt. Klik 1. Nou. Hij zit. En blijf. Ja, maar als ik hem loslaat, gaat hij ook gelijk los. Je moet eigenlijk iets van een klem op. Hebben wij een klem om daarop te doen? Weet je wat? Ik ga er voor nu wel op zitten. Kom. Want anders worden de kleurtjes. Dan gaan we een bal maken. Schep er maar wat in. Welke kleur wil je erin? We hebben ook nog deze dingetjes die je erin kan doen.
Wat ga je doen? Wat ga je doen? Oké, het spannende moment dat we hem gaan proberen open te maken. Vind je het spannend? Ja. Kijk hoor. Het moet hiermee, maar waarom lukt het me niet om hem open te maken? Of ben ik? Zal ik het proberen? Ja, ik denk dat ik ergens gewoon te voorzichtig ben of zo. Even kijken. Ja, zo. Hij moet naar beneden, staat er. Hij moet verder. Gaat hij wel open dan? Oh, hij moet er helemaal af. Daarom lukte het niet. Hij blijft nog niet helemaal aan elkaar zitten. Hè? Dat is jammer. We doen hem wel even dicht. Dat is niet leuk, hè? Hij blijft helemaal niet aan elkaar zitten. We hebben nog niet lang genoeg gewacht. Nee, het zou wel moeten zo. Want hij is heel goed aangedrukt en staat ook als je hem aandrukt open en dan voor het drogen leggen. Dit zijn de droogplekjes. Dus we doen het echt volgens de instructies. Misschien moet hij wat langer. Nee. Welke kleur? Ja, ze moet wel, want het is poeder. Groen. Oké. Het is nog moeilijk ook dit. Had ik niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn. Jij? Kijk, want dan krijg ik weer allemaal ruimte erin. Het is moeilijk, hè? Ja. Ja. Ik denk, dit is vanaf hoe oud? 7. Ja, dat moet toch wel kunnen. Je bent 7. Ik heb hem ook niet helemaal goed gesloten nu. In ieder geval de sluiting niet. Dus ik heb hem nu gewoon even goed beet. Ik denk, dan gaat het misschien zo makkelijker met openmaken. Nou. Ik weet het anders ook niet meer als dit nu weer niet doet. Nou, het blijft uit elkaar. Ja, ik ga er ook niet meer van kunnen maken nu. Echt op mijn allervoorzichtigst. Nee, het blijft... Hij blijft uit elkaar vallen, mop. Zie je, ik weet het ook niet, sorry. Ik heb echt mijn best gedaan. Wacht, nog een bordje snel. Zal ik hem eens proberen te maken? Oké, het was echt één big fail. Kijk, deze vallen allemaal uit elkaar. Deze is de enige die enigszins in elkaar blijft. Nou, die en dat is echt heel vies, de tafel. Die zag er heel goed uit, maar die gaat ook uit elkaar vallen. Die blijft enigszins, maar het valt allemaal uit elkaar. En toen ging het zo ver drogen. Deze hebben we gewoon met de hand ballen van gemaakt. Onder het mond. Dan kunnen mama ze in ieder geval... heeft ze allemaal gemaakt. Ik heb hem allemaal. Ja, deze heb jij een stuk, maar die heb ik fijn geknepen. Maar ja, onder het mond, dan kan je het in ieder geval nog in bad gooien. En we kunnen deze proberen. Nee, laat die nou maar even voorlopig gewoon helemaal zo drogen. Tijd voor stamppot. Lekker. Ik heb het ook, mama. Kijk. Hier, jij hebt ook een kuiltje. Ik ben in mijn pyjama. Ja, doe maar. Nu mag je. Heel even een keer. We gaan slapen in de woonkamer. En Sarah zei gelijk, oh, nu mag ik springen op het bed. Want ik zag altijd, maar niet, dan gaat de latte bodem kapot. Nou, ik ook. Ik heb echt het gevoel dat ik echt zwaar door mijn rug ga. Maar 1, 2. Oeh! Het valt mee. Zullen we het bed klaarmaken? Ja. We gaan zo lekker film kijken. En papa zit muziek te luisteren en zich om te kleden. Zit hij dat te doen of is hij dat aan het doen? Dat is hij aan het doen. Oké. Okay. Ja, ga je de kussens doen? Jij mag het midden hem op. Nee. Ja. Ja, wat wil je aan de zijkant? Ja. Wil jij hier? Ja. Oké, en ik in het midden zeker dan? Ja, oh. Ik heb slaapzokjes. Ja, ik heb slaapzokken meegenomen. Ik ben benieuwd, want de vorige keer dat we dit hebben gedaan, had ik best wel rugpijn daarna. Je mist heel erg die vering van het matras, zo die ochtend erna, joh. En ik dacht, het ligt aan mij, maar Marco zei het net zo hard. Die zei ook echt, je doet mijn kussen wat verkeerd. Kijk, hier zit de grote bol en hier de kleine. Welke moet... Nee, andersom. Andersom. Nou heb je weer de grote bobbel boven. De grote bobbel moet... Nee, nou is het andersom. Nou zijn de bobbel... Juist. Hé... Hey. Nooit meer vergeten nu, hè? Nu weet je hoe mijn kussen moet. Wij gaan deze film kijken. Ok. Ja, ok, ok. Je wilde heel graag zien, hè? Ja. Nu? Ben je al in het eten? Ja, maar niet. Ze zit de mond al vol te proppen. Met een stroopwafel. Ja, maar wel op de bank. Als je dan kruimelt, graag op de bank en niet in bed. Kijk.
Ja, hij is uitgevroren. Uitgevroren? Kijk maar, want het is weg. Hij is uitgevroren. Hoor je dat? Ja, hij is uitgevroren. Zo, het is al heel laat en we hebben de film Bigfoot, Big Small gezien. Die was echt heel leuk. En we hebben ook een stukje Glee gekeken. En het is nu al heel erg laat. En de hele zon is om. De hele zon is om? Ja. Heb je tijdjes gepoetst? Ja. Ja. En nu is het tijd om lekker te gaan slapen. Dus wij willen de vlog gaan afsluiten. Ja, Marco slaapt al. Maar wij willen de vlog nog even afsluiten. Dus we willen je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen. En een leuke reactie achter te laten. En abonneren inderdaad hieronder. Ah. En dan zien we je morgen weer. Doei. Doei doei. Wat en dan is mijn vaderjaren. Ja, wel trust hem op. Kus. Nee. Hou van jou. Hou van jou.